Jezelf 24 uur lang opsluiten voor het goede doel. Dat doen verschillende ondernemers uit de regio in de komende 24 uur. Op het Nijmegense Plein 44 nemen zij plaats in een glazen huis om zich in te zetten voor het Ronald McDonald-huis. De wensenlijst van het Ronald McDonald-huis Nijmegen bestaat uit diensten en materialen die het huis nodig heeft om de dagen van de kinderen en de ouders die daar te gast zijn wat dragelijker te maken. Donaties en geld zijn natuurlijk ook mogelijk. RN7 is er in de 24 uur voor 024 bij. Twee keer per uur leggen we contact met de ondernemers in het huis. En daarnaast loopt er een verslag even rond bij het glazen huis. Vrijdagmiddag om 6 uur komen de ondernemers weer naar buiten. <middels>